De meeste leden, zoals je ziet vooral meiden, trainen hier 2 keer per week. Ja, ik vind het leuk om gewoon bezig te zijn, springen en kunstjes te doen. De energie vind ik heel erg gaaf en dat je mag rennen en springen en dat vind ik gewoon heel leuk. Maar dat gaat straks hier niet meer. Turnvereniging Stedenbroek moet misschien stoppen. Want de hal waar ze nu in trainen wordt verkocht. En een nieuwe plek is er nog niet. Ja, toen was ik wel een beetje verdrietig. Want ik dacht, ja, toen moet ik zomaar stoppen met turnen door de hal. En dat lijkt me wel heel jammer. Ik vond het echt verschrikkelijk nieuws gewoon. Echt zo van, oh shit. We moeten stoppen, maar ik wil doorgaan. Moet ik dan naar een andere vereniging? Maar misschien gaat het nog door. Dan mag ik gewoon nog blijven. Ze weten al een tijdje dat ze ergens anders naartoe moeten en zijn ook hard op zoek gegaan naar een nieuwe plek. Even dachten ze iets gevonden te hebben, maar dat was te duur. Het kostte zo'n 265.000 euro en dat geld is er niet. En naar een andere club in een dorp verderop bijvoorbeeld kan ook niet. Ja, dat is natuurlijk heel lastig omdat die dorpen die turnen in gymnastiekzalen. Dus onze topturnsters die je nu in actie ziet, die kunnen daar niet terecht. Het gaat om 400 mensen, hè? 300 kinderen en nog 100 volwassenen. Daar vind je niet zo'n onderdak voor. Angstop. Alles. En eigenlijk zien de kinderen een andere turnvereniging ook niet echt zitten. Het is hier super gezellig en het zou heel erg stom zijn als ze straks naar iets anders moeten. Eigenlijk is deze groep altijd al zo gebleven. En als je dan uit elkaar moet, is dat wel echt een heel raar gevoel. De gemeente zegt dat ze niks voor de turners kunnen doen. Dus hoe het nu verder moet, is afwachten. En als die dicht gaat, ga je dan stoppen met turnen? Nee, zeker niet. Dan ga ik gewoon iets anders zoeken. Want ik vind turnen veel te leuk om ermee te stoppen. Nou, stiekem denk ik wel eens. Misschien is er wel iemand met heel veel geld, een miljonair of zo, die nu luistert en kijkt. En die denkt van, ik ga het clubje redden. Ja, dat zou echt waanzinnig leuk zijn.